Ik speel in Hollands Hoop Anna Bullema. Dat is de lokale wethoudster. Een beetje corrupt is ze wel, kun je wel zeggen. Ja, met een voorliefde voor vrouwelijk schoon. Ik speel Pepijn Augustinus. En dat is de zoon van Fokke en Machteld. Anna heeft misschien wel 3 lagen. Ja, en ik hoop dat ze allemaal duidelijk zijn hoe ik ze gespeeld heb. Nee, Anna is gewoon een heel leuk karakter, wat heel ver van mij afstaat. Maar des te leuker. Het is een gecompliceerde vrouw, denk ik. Ja. Ik heb heel vaak wel een beetje de rol die gewoon voor jongens van mijn leeftijd, zeg maar, heel gebruikelijk is. De rol van de blowende puber of zo, of een beetje de tegenstrijdige rebel. En dat is deze rol ook wel, maar op een hele andere manier. Het is op een hele grappige manier. Er zit gewoon heel veel humor in het drama. En op die manier was het een hele uitdagende rol voor mij. Omdat het is niet op de lach gespeeld, maar op de timing. De humor zit hem in de timing. En dat was gewoon ontzettend leuk om te doen. Het leuke is, weet Anna daar allemaal van wat er in het dorp gebeurt of weet ze het niet? Of zit ze daar ook een beetje achter of niet? Dat mogen de kijkers gaan beslissen. Het is ook zeker als je een serie aan het maken bent, dan is de draaiperiode langer dan wanneer je met een film bezig bent. En als je dan zo lang in één omgeving zit met dezelfde mensen, dan helpt dat heel erg om echt ja, in je rol te duiken. En daarin te blijven. En dat is ook heel lekker. En het is, ik moet zeggen dat dit ook helemaal geen verkeerde rol was om zo'n lange tijd in te zitten. En toen de draaiperiode was afgelopen, heb ik ook echt een tijdje zo thuis gezeten. Van ja, fuck, en nu, weet je. Dus ja, het was echt heel leuk. En ik kijk er heel graag op terug. Hoe heb ik me voorbereid? Heb natuurlijk gerepeteerd. Samen met Kim en met Dana. En al gaande de repetities kom je natuurlijk achter bepaalde dingen. Maar wat bijvoorbeeld leuk was, omdat het zo'n net type is, hè, wat alles ophoudt en de keurig in de colbertjes en zo. Zei Dana bijvoorbeeld, als ik dan ergens naartoe liep, zei ze, ja, het was goed. Ze zag Dana kijken, zei ze, maar loop maar wat lomper. Want dat is natuurlijk lastig, want het is natuurlijk een comedy. En ik wist meteen wat ze bedoelde. Dat is een bepaalde manier van lopen, een beetje oncharmant. Dus ze is heel charmant gekleed, maar zo loopt ze niet. En dat is zo leuk als je daar dan achter komt. Dat ik soms zelfs mijn lachen bijna niet kon inhouden. Weet je, dat is eigenlijk heel erg dat je dan zo loopt. Je denkt, oh, dat is eigenlijk wel heel grappig. Nou, dat is dan weer niet goed. Dan moet je het weer overdoen. Zodat het minder. Maar dat was leuk. Met Dana Negerstan, de regisseur, heb ik een videoclip gedraaid voor Anouk. En daar hebben we elkaar leren kennen. En dat was te gek om samen te werken. En op die manier zijn we elkaar hier weer tegengekomen. En wilden we heel graag weer met elkaar in zee, zeg maar. Omdat ik het scenario vond ik echt fantastisch. Ik ben een enorme fan van Dana, regisseuse en van Frankie. Die heeft het echt. Ik heb ze gelezen, alle afleveringen op voorhand. Toen dacht ik, nou, dit is zo ja, spannend. En het is een black comedy, daar hou ik heel erg van. En ik wist ook echt dat Dana, ik dacht, die kan dit. Want het is natuurlijk heel moeilijk, hè? Het evenwicht zoeken tussen comedy en spanning en de criminele activiteiten. En ik denk dat het heel goed gelukt is. Er is heel vaak gezegd, wordt het een beetje vergeleken met Breaking Bad. Een beetje de Nederlandse Breaking Bad. En dat heeft het ook ergens wel. Weet je. Het is echt. Maar is ook geen slechte vergelijking. Nee, helemaal niet. Nee, dat is waanzinnig. Het is natuurlijk wel heel anders. Maar op de een of andere manier heeft het iets niet Nederlands of zo. Het heeft echt iets. Iets bijzonders. Ik begreep al dat er heel veel reacties waren uit het buitenland. Dat we het heel graag willen hebben. Remakes, dat is dan wel weer jammer dat wij dan niet het mogen doen. Maar ja, dat betekent wel wat. Dat het wel een bijzonder project is. Een heel gedurfde manier van filmen. En verhalen schrijven. En je kunt een verhaal schrijven op iets waarvan je weet dat het Nederlandse publiek dat heel graag wil zien. En je kunt opkomen met een heel origineel, uitdagend verhaal. Waarvan je misschien niet in één keer weet of het Nederlands publiek dat wel te gek vindt of niet. Maar dat is wel waar het hem zit. En als je de juiste combinatie daarvan vindt, dan is het kat in de bak. Weet je, dan heb je het te pakken. En dat is, denk ik, hoop ik, wat hier gebeurt.
Ik was flabbergasted. Ja, het klinkt stom om dat te zeggen. Maar ik zag alleen de leader al, dacht ik, wow, dit is echt, ja, het is gewoon cool. En het is met niks te vergelijken wat er eerder is geweest. Ik vind het ook heel, als je zelf, waar gaat het over? Ja, dat weet je natuurlijk wel. Maar waar is het mee te vergelijken? Het is met niks anders te vergelijken. Nou, het is gewoon een ontzettend leuk verhaal om naar te kijken. Je blijft erin zitten. Het grijpt je volledig. En ook al is het niet waarheidsgetrouw. En het is een dramaserie. Is het gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Omdat het spannend is. Het gaat ook over een familie. Dus er zitten heel veel verhaallijnen in. Ik denk dat het voor een heel breed publiek is. De familielijn is heel belangrijk. Je wil natuurlijk absoluut Kim van Kooten zien. Je wil Marcel Hensema zien. Je wil Martijn Lakenmeij zien. Je wil mij misschien zien. Maar het is gewoon het is heel spannend. En het is comedy. En het is haast neerbuigend om te zeggen, het is on-Nederlands goed. Dat betekent dat de rest van Nederland we maken wat slecht is. Maar dan begrijp je een beetje. Het is gewoon een hele coole serie. Kijk maar gewoon.